Goedenavond, dames en heren. Dit is de tweede sessie bij de psychiater. We hadden gisteren er ook al eentje. Wie was er hier gisteren ook al? Een aantal mensen, oké. Okay. Jullie zijn echt fan van de psychiatrie. Wat hebben jullie opgemerkt, nu al? Allemaal mannen op het podium. Allemaal mannen op het podium, ja, vandaag wel. Gisteren had ik een pak aan, was het vrijdag. Vandaag is voor mij ook een zaterdag, dus iets gewoner. Let daarop, als psychiater moet je ook kijken hoe mensen gekleed zijn. Kijk maar eens eventjes naar mijn gast, die ook nu al op het podium is verschenen. Ik ga nog eventjes de uitleg herhalen van gisteren. En mijn excuses voor de mensen die het al voor de tweede keer moeten horen. Maar het is toch eventjes belangrijk om een aantal details duidelijk te maken, want dit is dus een gesprek bij de psychiater. En we willen het ook een beetje doen zoals het echt hoort. En ik wil jullie eventjes duidelijk maken wat een psychiater wat hij wil weten. En daar zit een soort van redenering toch in voor de mensen die dat zouden betwijfelen. In eerste instantie willen we achterhalen wat de klacht is van de patiënt die bij ons komt. Dus de eerste vraag stellen, wat is er aan de hand? Tweede willen wij weten van hoe ernstig die klacht is. Hoe normaal of abnormaal is dat? Dus de kwantiteit van de klacht, om het zo te zeggen. Een beetje depressie vinden wij niet echt een depressie. Het moet heel ernstig zijn. Ten derde willen wij weten wat... hoe het ontstaan is, wanneer het is ontstaan, welk tijdsbestek en hoe het beloop is. Ten vierde willen we weten wat de context is en wat zijn de redenen of de omgevingsfactoren die daartoe geleid hebben. Dan willen we weten van de patiënt hoe die klachten van die patiënt zich verhouden tot eventueel andere klachten. Sommige mensen komen binnen en zeggen dat ze angstig zijn, maar als je na een tijdje met hen spreekt, dan blijkt dat er helemaal iets anders aan de hand is. Dus hoe is de relatie tussen de verschillende klachten die iemand tentoonspreidt? Ten slotte willen we weten wat de oorzaak is. En dat kunnen allerlei oorzaken zijn. En dat vragen we dan ook expliciet aan de patiënt. En tenslotte willen we ook weten of de patiënt ziektebesef heeft. Weet hij dat hij ziek is? Dat is natuurlijk heel belangrijk in de psychiatrie, omdat heel veel mensen bij ons komen die niet ziek zijn. En andersom, mensen die heel ziek zijn, maar het helemaal niet weten. Dus wij willen toetsen hoe de patiënt, in casu ook Nederland, want daar gaat het een beetje over toch, dat weten jullie veronderstel ik, de patiënt vertegenwoordigt. In dit geval Nederland. Wij willen weten hoe Nederland ziek is en of Nederland dat weet. En of Nederland ziekteinzicht heeft. Je kan wel besef hebben van je ziekte, maar weet je dan ook hoe het werkt. En dan willen we tot een diagnose komen. En ik wil jullie dan ook uitnodigen de laatste 5-6 minuten van het gesprek om eventueel ook wat vragen te stellen, mochten die niet aan bod zijn gekomen. Dus denk mee met mij vanaf het begin en dan kunnen we kijken hoe ver we straks komen. Het is dus echt een gesprek bij een psychiater. En dat betekent ook dat jullie de telefoons moeten uitzetten. Er mag niet gefilmd of gefotografeerd worden. Alles wat in dit gesprek wordt gezegd door mij en de patiënt is natuurlijk volstrekt geheim. Het is een intiem gesprek. U mag dat niet delen. Daar zijn we dan aan gebonden. U bent daar getuige van, maar u moet helaas zwijgen. Kunnen we dat beloven? Ja. Ik zie dat er een aantal recalcitrante mensen in de zaal zitten. Maar ik ga daar geen aandacht aan schenken. Oké, laatste detail. Mijn patiënt, mag ik een applaus voor Tommy Wieringa? En ik ga hem vragen om op de sofa plaats te nemen, want we gaan het een beetje in de psychoanalytische setting doen. Dat is een ingewikkeld woord en dat wil ik eigenlijk zeggen dat de patiënt op de bank ligt en staart, wat hij nu doet, naar voor of naar achter of naar boven. Het is belangrijk dat ik geen contact met hem heb, laten we zeggen, minstens visueel contact, zodanig dat hij niet afgeleid is door mijn non-verbale kenmerken en andersom ook niet. Dus het is allemaal een beetje in het woord dat het zich afspeelt. En hij is verplicht, als ik hem een vraag stel, om vrij te associëren. Dat wil zeggen, vrijelijk te zeggen wat in hem opkomt. Hij mag dus niet lang nadenken, moet zeggen, ja, dat is het wat ik nu denk. Zijn we er klaar voor? Ja, dan gaan we beginnen. Meneer Wieringa, welkom. Dag meneer Denies. Zo. Doet de microfoon het, ja. Ja, doet de microfoon het. Bent u daar ongerust over? Het zou wel heel erg zijn als mensen niet konden horen wat ik zei, ja. Dat wel. Waarom zou je dat erg vinden? Nee, dat was een grapje. Het punt is, ik ben oprecht bezorgd voor geef om het welzijn van de ander, dus als hij het niet hoort, en we hebben een oud en vermoedelijk stervend publiek, dan wil je dat ze het goed kunnen horen.
Ik wil dat. Ja. Ik denk dat we uw medeleven op prijs stellen. De vraag is natuurlijk of het waarachtig is. Maar goed. Waarom bent u hier bij mij aanbeland? Wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom bezoekt u op dit moment nu een psychiater? Ik heb... Als u het zo... Ik heb denk ik toch een... Ik wil het niet een depressie noemen, maar wel depressieve klachten, denk ik. Franse schrijver Michel Houellebecq noemt dit hele continent depressief. Zelf denk ik dat ik niet depressief ben, maar wel de klachten al een beetje heb. Dus misschien ben ik nog in een voorstadium. Maar ik heb last van somberheid en toch ook wel wat angsten zo hier en daar. Mm-hmm. Ik bespeur enige ambivalentie. Je zegt, ik heb depressieve klachten, maar misschien ook niet. Je bent wat voorzichtig. Ja. Waarom ben je voorzichtig daarover? Omdat ik het vergelijk met andere landen. Met name aan de overkant van de oceaan, waar de depressie echt in volle hevigheid bloeit. Ja, sinds kort zou je kunnen zeggen. Ja, sinds wel kort, ja. Oké, depressieve klachten. Wij houden eigenlijk niet van patiënten die meteen al in diagnose beginnen te spreken. Nee, maar u vroeg wat er was. Ja, zeker. Maar okay, depressie maar dan... is nu een soort van geëigend woord geworden, ja, inderdaad, in Nederland. Ja. Dus, maar kan u eventjes de klachten beschrijven waar u dan aan leidt? Als u zegt van ik heb een depressie. U zei daarnet al angst, daar gaan we straks eventjes op in. Maar zijn er nog andere klachten die u ertoe brengen om te denken dat u een depressie heeft? Sterke stemmingswisselingen. U hebt liever niet dat ik diagnosticeer, maar het is toch ook een beetje mijn beroep, dus ik moet dat toch ook wel doen. Mm-hmm. Van extase naar euforie zwerft het een beetje, dus ik ben ja, die wisselingen die spelen me parten. Ja. Interesse verlies? Laat ik zeggen dat het brede midden waarin mijn leven zich eeuwenlang heeft afgespeeld, heeft afgedaan. Ik zit nu alleen nog maar in toppen en in dalen. En dat brede midden, wat ook iedereen voorschrijft, dat is de beste manier om te leven in dat brede midden. Dat is weg. Ja, u zit in extreme gevoelens. Ja, ja. Hoogtes en laagte, maar niets tussenin. Weinig, heel weinig. Ja. En veel meer laagtes dan hoogtes? Ja, die hoogtes noemde ik meer voor de sier erbij. U denkt dat maakt indruk, dus... Ja, nou hoogtes. Ja, ik wilde een evenwichtig beeld scheppen. Maar... Ja. U bent heel sterk bezig met wat mensen over uzelf denken terwijl u praat, heb ik de indruk. Wat zou je dat verstond ik niet? Dat u, terwijl u antwoorden geeft, toch al een beetje stiekem bezig bent met wat mensen over uzelf denken in uw antwoord. Ja. Is dat juist? Dat is juist. Hoe komt dat? Kijk, vroeger had je God. God keek mee met alles wat je deed. En je was bang voor God, want God wist alles. En nu is het de medemens die heel veel weet. En die met alles meekijkt, met al je vreugde en je verdriet. Via sociale media. Dus ik ben sterk gericht op de buitenwereld. Ja. Mm-hmm. En ook wel in zoverre denk ik dat ik me afvraag wat er van een sterk en min of meer onwrikbaar innerlijk over is. Als ik dat zo plechtig mag zeggen. Ja, dat is inderdaad een indrukwekkende zinsnede. Ja. Maar u heeft dat andere stukje waar u over begon. Is God verdwenen? Ja, die is hier weg. Ja, nee, die is absoluut weg. Ja. Oké. Ja. En is dat de oorzaak van de depressie? Het is wel een leegte. Er zijn leegtes geslagen die momenteel worden opgevuld met
hoge golven van weerzin en ook haat. En wat God dwingt je ook tot een zekere bescheidenheid. En dat is nu een woord waar je niet meer om hoeft te komen, bescheidenheid. Nee. Dat is ook weg. Maar het is niet omdat we onbescheiden zijn dat God er niet meer is, toch? Nou, toen ik nog in God geloofde, was ik wel voorzichtiger en oppassender. Ja. Ja. En ook bescheidener. Ja. Ja. En ook, wat het ook is, die onbescheidenheid, het heeft toch ook te maken met het ongelooflijke welvaartsniveau. Die ook onbescheidenheid met zich meebrengt. Het is een soort vulgaire vermenigvuldiging van levensgeluk die de mensen heel erg onzeker heeft gemaakt. En snel het gevoel dat ze geeft dat ze iets tekort gedaan wordt. Mm-hmm. Dus de zingeving die we verloren zijn met God proberen we nu op te vullen met een soort van weldaad, consumentisme. Ja, ja, en dat is bodemloos, want de bevrediging die dat... Die daarin gevonden wordt, is altijd maar heel tijdelijk. Want de begeertes die bevredigt, dat zijn begeertes die bij bevrediging onmiddellijk weer ergens anders de kop opsteken. Ja, dus je slaat hier een kop af en daar is er weer eentje gegroeid. Dus we zijn onbevredigbaar. Totaal. Ja, totaal. Ja. Nog eventjes dat Godstukje, want er zijn ook mensen die zeggen dat er te veel God is. Tegenwoordig. Ja, maar niet die goede oude van ons. Oké. De verkeerde. Ja, dat was uiteindelijk een God die door ja, toch een soort matigende invloed van een paar kapitale geestelijke richtingen gematigd is. Nee, maar dat heeft uiteindelijk ook zijn dood ingeluid. Mm-hmm. Ja. Is het omdat wij te weinig God kennen dat we bevreesd zijn voor de God van de anderen? Nee. Dat is denk ik niet zo. Het is niet zozeer die God van de anderen, het zijn de gedragingen die erbij horen. Die zitten in de weg, daar maak ik me zorgen over. Het zijn de gedragingen die erbij horen, maar die God... Het is natuurlijk het zijn gedragingen rondom een leegte. En die gedragingen, als die ritueel van aard zijn, dan hebben ze een functie. Maar zodra ze gewelddadig worden en de ander... kijk, elke god die claimt volstrekte toewijding. En hij is de eerste en de enige en zonder hem zal er niets zijn. Ja, dat is natuurlijk een heel erg tyranniek trekje. Nou, gelukkig hebben we dat niet meer, maar wat er voor in de plaats gekomen is nog niet zo fraai. Ja. Ja. Misschien dan niet door God, maar is het zo dat we dan zouden kunnen zeggen dat het geloof in God, dat is wat nu ontbreekt? Ja, maar dat, ik geloof dat ik dat ook bedoelde, hoor. Het geloof zelf, ja, niet de God. Ik vat het heel kort samen, ja. Maar het geloof... Ja, waarin geloven wij dan nu wel? Dat is een hele goede vraag. Mag die is vooral zo goed omdat er niet een direct antwoord op is. Ik vind het geloven heel erg diffuus en ook over het algemeen materialistisch van aard. Waardoor altijd de leegte daaronder doorschemert. En dat maakt het moeilijk om... Je hebt niet echt een richtsnoer. Ik wil een klein voorbeeld geven. Het richtsnoer, dat is ook een thema. Het richtsnoer is weg. Een partij, D66, had onlangs, ik denk verkiezing geleden of misschien al twee, ik ben al heel oud, maar grote borden langs de weg met daarop de tekst "en nu vooruit". En ik keek wat gedesoriënteerd om me heen. Er was geen kompasroos bij aangegeven. Dus je wist niet wat vooruit was. Het is een lege kreet. Dus ja, ja. Totaal richtingloos. Dus dat is een beetje waar ik ook mee zit. Het nu vooruit van mij, van dit land, is
onvast. Dus vooruit, we begrijpen de betekenis niet van vooruit zelfs al niet meer. Ja. Ja, en als antwoord daarop komt een, het komt wat u misschien kent uit uw vak, maar een archaïs regressieve tendens. Ja, dan denk ik aan niets doen, zich terugtrekken, alcohol gebruiken, niet luisteren, dat soort van dingen. Nee, dat, ik bedoel of dat, sorry. Ik bedoel meer een soort... Het was te suggestief. Ja, nee, maar dat is prima. Wat is een archaïs regressieve tendens? Ik denk dat ik daarmee bedoel de... We hebben gisteren allemaal gekeken en geluisterd naar, naar een archaïs regressieve tendens in full swing. Van een man die dat in zijn eentje bijna vertegenwoordigt. Namelijk een terugverlangen naar een tijd die niet bestaat. Beloftes doen over een tijd die niet komt. Een kasteel bouwt op een volstrekt fictief verleden. En dat verleden is er een van grootheid. En de archaïs-regressieve tendens zit hem daar ook in. Het regressieve aspect zit hem erin dat het... het gaat uit van... de vernielzucht van de ander. We hebben geluisterd naar de puinhopen van Paars. We hebben na afgelopen Prinsjesdag geluisterd naar de ruïnes van 8 jaar kabinetsbeleid. Kortom, het zijn, ons wordt de hele tijd voorgeschoteld enorme vergezichten met alleen maar vernietiging, verwoesting van alles wat ooit goed was, maar wat nu totaal verwoest is door... En daar... Daar ben ik toch vatbaar voor, blijkbaar. Mm-hmm. Heb jij zelf bijgedragen aan het feit dat de tijd nu geschikt is om dit soort van regressieve tendensen te creëren? Hoe heb jij als burger daar zelf een rol in gehad? Wat is jouw verantwoordelijkheid hierin? Ik ben gaan geloven in de belofte van... eeuwigdurende vooruitgang en in de belofte van al maar meer. En dat is begonnen met de aanleg van het elektriciteitsnetwerk. Toen een simpele druk op de knop alle lichten aandeed. Het deed het, dat was de belofte, het zou het altijd doen. En naarmate je langduriger en intenser bevredigd wordt, wordt de woede over dingen die het niet doen onevenredig groot. Dus de hysterische ontevredenheid over de kleinigheden die het niet doen, daar zou ik het denk ik nog heel lang met u over willen hebben. Mm-hmm. Ja, maar goed, ik werk hier nog lang, dus we kunnen elkaar nog dikwijls ontmoeten als mij. Ja. Eventjes, wilt u dan zeggen dat het lastig is voor ons tegenwoordig om... een tekort te accepteren, om op te kunnen gaan met onvermogen. Met verlies. Ja. Natuurlijk. En ik heb wel eens het gevoel dat er een niet eens zo stille, maar toch wel in elk geval een vrij actieve narcistische revolutie aan de gang is die van de mensen eigenlijk ontevreden kinderen heeft gemaakt. Maar goed, het is allemaal een beetje somber. Hè? Ik ben ook, ja, ook wel. Ja. Maar u was ook depressief, hè? Ja. Bedoel... ja. Laten we misschien naar het andere stukje. U vertelde ook over dat u angstig was. Ik ben heel erg. Ik zal je nog één ding vertellen. Ik ben over geweld. Ik denk dat het heel goed is om weer een dienstplicht in te stellen. Om mensen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, weer te vertellen over de omgang met geweld en wat geweld is. En ook wat pijn is. En dat je bijna pijn moet toebrengen en geweld moet ondergaan om weerbaarder te worden. Want aan weerbaarheid schort het heel erg. Ja.
Dus de omgang met geweld wordt voor mij heel erg prachtig gesymboliseerd door onze minister-president, die in Uruzgan op visite ging. En toen met een malle helm, die stond een beetje scheef op zijn hoofd en met een brede grijns tussen de soldaten stond. En je dacht, ah, daar komen de schutters. En je weet, op dat moment, deze man die leidt een land waar de omgang met het geweld totaal verdwenen is. En dat is een van onze grote trauma's, gaat daar ook over. Dat is in voormalig Joegoslavië gebeurd. Waar ook het contact met geweld ons echt tot ons wezen toonde, namelijk de siddering. De siddering van de omgang, het aanzicht van geweld. Dus dat is ook een onderwerp, daar gaan we het ook nog lang over hebben. Pleit je dan voor een maatschappij waar geweld manifester aanwezig is, omdat anders de leden verzeild raken in een soort van archaïs, regressief gedrag en minder weerbaar zijn? Ik denk dat als je de omgang met geweld niet kent, dan word je ofwel eenvoudig slachtoffer ofwel eenvoudig dader. Ik denk dat het heel goed is om te weten wat geweld vermag en waar het toe dient. Want er zijn wel degelijk momenten dat het heel nuttig is om geweld te gebruiken. Maar de criminalisering van geweld als zodanig, en dat begint al in het eigen huis, de corrigerende tik, waar ik erg voor ben. Ja, ik ook. En soms blijft je ook werkelijk helemaal niets anders over. Ik denk dat daar begint het mee. Daar moet, ja. Die kleine pijnsensaties voelen. Ja, daar begint het mee. Ja. Ja, ik vond dat interessant, die corrigerende tik. Ik vind het zo boeiend dat mensen zo ingewikkeld doen over de corrigerende tik. Maar wij helemaal geen probleem hebben met elkaar uitschelden op verbale manier. Ja. Hoe verklaar je dat? Want je zegt er is geen geweld, maar er is naar mijn gevoel heel veel geweld. Maar niet fysiek. Het is het onvermogen om fysiek geweld te accepteren dat ertoe leidt dat er zoveel verbaal geweld is. Ja, dus het kijk, het menselijk brein is eigenlijk op één ding ingericht als ik het wel heb. En dat is op remming. En een groot deel van ons brein is ervoor bestemd om al die krankzinnige impulsen, al die krankzinnige aandriften te remmen. En in het verbale bijvoorbeeld al, maar ook in het gedrag, in het openbaar, is naar mijn smaak een enorme ontremming te zien. Dan zijn wij natuurlijk heel benieuwd naar al die krankzinnige impulsen die in uw brein omgaan. Ja. Kan u daar eens een voorbeeld van geven? Waar uw brein zo hard moet voor werken om ze toch maar niet te laten doorgaan. Nou ja, dat is de gewelddadige aandrang bijvoorbeeld. De ontremming in taal, hoe je mensen teweer. Het is een vormloze tijd ook. En daar zit het ook in. Dat met vorm. Een vorm is heel belangrijk om een manier van doen te leren. En als die vorm niet bestaat, is de manier van doen heel zwak. En komt er al heel vlug een ontremming, waardoor je dingen tegen mensen zegt die je beter niet tegen ze zou kunnen zeggen. Dus het is. Ik pleit heel sterk eigenlijk uiteindelijk voor een herwaardering van het remmingwerk van de hersenen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik zou eigenlijk denken dat we veel te veel geremd zijn ook soms. Te veel regels, te veel normen. De generatie 68 heeft echt alles verpest. Die hebben voor die ontremming zorg gedragen. En kijk wat ze hebben gecreëerd. Een generatie van ontevreden baby's. Nee, dus remming. Ik zweer het u. Je pleit voor remming. Ja. Maar dan ben je toch tevreden met Rutte, zou ik denken. Nee, maar dan hebt u het over de geremdheid van het individu. Nee, ik bedoel remming als in beschaving. Een beschavingsproces is een remmingwerk aanbrengen. Ja, ik geloof dat sterker bedoel, ja. Okay. Maar goed. Ik laat het daar eventjes bij. En dan laten we toch even naar die angst gaan. Vind je dat goed? Angst.
Wie heeft het af en toe over de ruimte? De leegte, heb ik ook al een paar keer gehoord. Is het te vol of is het te ruim? Er is in elk geval weinig ruimte voor het bestaan van de ander. De literatuur was daarom zo goed. En daarom was het ook echt een uitstekend middel om mensen... moet de literatuur als scholingsmiddel niet onderschatten. Daar wordt laatdunkend over gedaan. Maar het gaf je een... Ik praat erover in de verleden tijd. Ik ben somber over de toekomst van de literatuur. Maar het gaf je een... heel eenvoudig middel om je heel direct met het bestaan van de ander te verbinden. En als je op het terrein van fictie bent binnengeleid in het bestaan van de ander, en dit weet ik heel zeker, dan is het daadwerkelijke bestaan van de ander met al zijn eigenaardigheden een peulenschil. Dus eigenlijk dient die literatuur ook als leerstuk voor de werkelijkheid. Dus daarom... U zei, je bent somber over de toekomst van de literatuur? Soms wel, ja, niet ja, soms wel, ja. Ja, waarom bent u somber daarover? Omdat het vraagt een enorme hoop concentratie. En het is daarom ook zo'n schitterend middel, omdat het inzet vraagt van alles wat je in dat hoofd meedraagt. Je compassie, je redelijkheid, je inlevingsvermogen, je analytisch vermogen. Dus het is ik zou heel graag een scan zien van wat er gebeurt in een menselijk hoofd als hij leest. Ik las... Dat is gedaan, hè? Ja, maar... Mijn collega heeft dat ondergaan in het... Nee, maar dat was over als hij schreef. Maar, en als mensen het lazen? Ja, maar dan gebeurt het toch... Ik zou willen dat je het kon meten, want daar kwam niet zo heel veel uit dat onderzoek. Waar ligt uw interesse in om dat te meten dan? Waarom zou je dat willen meten? Is de beleving niet voldoende aan zich? Nou, nee, dat komt er een beetje na. Ik zou het leuk vinden om het te staven met een onderzoek. Kijk eens, deze gebieden lichten op. Dus daar heb je een direct effect van die verhouding waarover je zojuist las in die roman. Wat zou je dat dan brengen als je dat zou weten? Vandaag bijvoorbeeld, ik heb een boek gelezen. Een fantastisch boek waardoor ik aan het eind zo ontroerd was... Ik dacht, hoe is het toch mogelijk dat die eenvoudige zinnetjes en met de grootst mogelijke helderheid opgeschreven, dat die me door alle, dat hele gevoelsspectrum sleurt en me geëmotioneerd en ook wel zwaar achterlaat. Maar toch ook een prettige zwaarte, omdat het me is toegebracht door een werk van schoonheid. Ja, dat ik zou eigenlijk willen dat het inderdaad gewoon weer verplicht was allemaal. Gewoon zoals eigenlijk moet je op scholen, daar gaat het natuurlijk ook om in dit land. Op scholen moet je kinderen literatuur voeren zoals ze in Frankrijk ganzen voeren. Dat vind ik, ja. U zei, u bent somber en depressief, maar ik moet zeggen, het is natuurlijk mijn werk, ik word ervoor betaald, maar ik hoor ook een beetje een zeurende man eigenlijk op de sofa. Ja, ja. Een oude zeurende man. Ja. Maar moet u, is het, ja. Moet u niet iets een keer iets spannends doen in uw leven? Ja, dat komt ook een beetje door de positie waarin ik hier lig, hè? Dat moet u... Dat zet aan tot zeuren. Ja, nee, zeker, ja, nee. Ik heb ook opvliegers. Ja. Hier. Nee, dat is natuurlijk zo, ja. Maar ik vind dit ook wel de omgeving ervoor, om eerlijk te zijn. Te zeuren. En, houdt u ervan om zoveel te zeuren? Nee, helemaal niet. Dat doe ik ook gewoonlijk niet. Maar... Is dat misschien niet bestaansrecht van literatuur? Nee. Uiting geven aan zeurende mensen? Nee. Maar dan esthetisch of zo? Nee. Nee, het is wel bestaansrecht van uw beroepsgroep, maar niet van mijn vak. Ja.
Ja, ik heb het er zeker aan te danken. Dat is inderdaad zo. Goed. Zijn er nog klachten die u te binnen schiet? Nee, verder helemaal niks. Nee. Het is opeens, het verdween als sneeuw voor de zon. Ja. Ja. Dat is mooi. Ja. Wat voor behandeling zou u willen? We weten een beetje wat uw klachten zijn. U bent somber. U heeft verlies aan zingeving ervaren. U klaagt over regressie, dat we de verkeerde dingen doen, het geloof is weggeslagen. Welke stappen zou u moeten nemen? Of zou u moeten nemen? Ik ben heel bang dat er niks anders op zit dan een... dan schaarste, langdurige, pijnlijke schaarste. Dat zal me leren. Ja. Lijden, we hebben lijden nodig. Echt lijden. Dan bent u al een goed voorbeeld. Niet dat gezeur, maar echt lijden. Lijden, ja, okay. Ja, nee, echt met... Maar daar kunnen we wel voor zorgen natuurlijk. Ja, nee, oh nee, maar daar wordt ook in alle toonaarden aan gewerkt. Ja. 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 Nee, schaarste is altijd, als ik erover nadenk, schaarste is een een heel heilzaam principe. Ik denk, wij zijn voortgekomen als soort uit schaarste en beleven nu een periode in de geschiedenis van ongekende overvloed. En de omgang daarmee, we zijn ingericht op schaarste, maar de omgang met overvloed, die kennen we nog niet. We hebben een goede oorlog nodig. Ja, of niet, of die, maar je kunt mensen niet scholen in overdaad. Hoe moet je een... Tevreden in overdaad leven, zonder het voortdurende gevoel te hebben dat je tekort gedaan wordt. Dat lijkt me een hele heilzame opdracht, maar moeilijk te verwezenlijken. Maar is dat niet een beetje het lot van de mens dat hij verlangt naar datgene wat hem dan uiteindelijk ongelukkig maakt? Ja, natuurlijk. Er is een reusachtig verlangen naar een Nero, naar een Tiberius. Je ziet het overal, ja. En de verveling van dat democratisch proces, en dat duurt al meer dan 70 jaar, er is niks aan. Het is altijd weer dezelfde. Nee, dat een fijne despoot. Ja. Dus je gaat op Wilders stemmen straks? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, dat is de redding van onze verveling. Nee, ik heb echt zin in dit destructieve verzetje, ja. Ja, tegen de verveling. Ja. Zijn er dan dat geen, ga ik doen. Ja, zijn er dan geen ethische principes die... Nee, helemaal niet. Nee, ethisch, dat is zo uit het... Nee, dat is zo... Nee. Krijgt de ethiek nog een kans tegenwoordig? Daarna weer. Nee, daarna dan gaan we weer bouwen op de puinhoop. Hoe lang gaat het zo duren, denk je dan? Ja, dat heb ik geen idee van. Dat kan ik niet voorspellen, maar het gaat nog wel een flinke tijd duren, ja. Omdat... ja, eigenlijk, het is eigenlijk iets heel moois. Dat alle tegenslag en alle gebrek speelt zich af op het terrein van de fictie. En we moeten met de werkelijkheid worden geconfronteerd om te zien dat het fictie is. Dus ik ben... Maar u draagt nu net niet bij aan de werkelijkheid, zou ik zeggen, met uw beroep. Jawel, toch wel. Ja? Maar we hebben dus die werkelijkheid nodig om die fictie van gebrek en tegenslag en... Het gevoel van bedrogenheid, de elite heeft ons bedrogen, om dat te corrigeren. Ja. Dus het corrigerend mechanisme is nu in werking en straks komen we weer bij zinnen. Ja. Maar eerst gaan we alles stuk maken wat er is. Ja. Het wordt een beeldenstorm zoals we heel lang niet meer gezien hebben. Mm-hmm. Ja. We zijn nu al bijna aan de laatste minuten van onze sessie. Sommige mensen sluiten hun ogen, ik weet niet wat dat betekent, maar
Er is nog kans om enige vragen te stellen aan onze patiënt die wel iets van zijn ziel heeft laten zien, denk ik. Ik weet niet of het allemaal zo aantrekkelijk is, maar zijn er mensen die prangende vragen hebben voor mijn patiënt, die wat verheldering willen? Ja. De vraag die ik zou willen stellen is, bent u in uw persoonlijkheid gespleten of over alles helemaal helder wat u wilt en vindt? Zal ik de vraag even eventjes herhalen? De vraag was, bent u in uw persoonlijkheid gespleten of bent u helder over alles wat u vindt? Nou, allebei kunnen natuurlijk onwaar zijn, maar goed. Nou, de gespleten persoonlijkheid blijkt eigenlijk heel eenvoudig. Ja, het is een beetje een flauw antwoord, maar ik zit hier vrijelijk te associëren, dus dan mag het. Flauwiteiten mogen dan. Maar gezien het feit dat we in alle onderzoeken naar tevoorschijn komen als een succesvol en draagkrachtig en tevreden natie, en tegelijkertijd op golven van rancune een soort ja, revanchistische politiek volgen, maar een revanche waarop. Dus dat is heel gespleten, ja. Dat is. Daar moet nog veel over gezegd worden, denk ik, ja. Ja. Is dat een goed antwoord? Hoe kan dat? Hoe kunnen die twee samen bestaan? Zo in één ziel. Ja, dat is heel interessant materiaal. Ik zou denken, het moet zo zijn, anders zou het leven verdomd saai zijn. Gelukkig dat ze niet samenvallen. Ik geniet van de spanning van het feit dat niets bij elkaar gebracht kan worden. Ja, maar u maakt het meteen weer zo algemeen. Ik bedoel het heel specifiek. Over waar heeft u het dan? Als het zo specifiek is. Over dit land en over de gespleten ziel van dit land. Ook dit land. Ja. Misschien is het juist aantrekkelijk omdat het allemaal niet klopt. Dat mag nu ook wel eens gebeuren hier, toch, in Nederland? Nou, ik zal u eerlijk zeggen, ik had hier liever gezeten als België. Ja. Ja. Dat kan ik best begrijpen. Ja. Zijn er nog andere mensen die... Ja, meneer. Kijk, u heeft beschreven waar u bent, hoe u zich voelt. En vervolgens vroeg u van waar wil je heen? Welke stappen ga je nemen? Zonder de vraag te stellen waar wil je heen? Dus is het niet handig om, voordat je gaat lopen, eerst te bepalen waar je heen wilt? En misschien dat de patiënt daar wat over. Dat is een goede vraag. Overigens denk ik dat er weinig peuters zijn die precies weten waar ze naartoe willen. Eerst stapt men en dan kijkt waar men terechtkomt. Dat is helaas de ellende van ons leven. Maar laat mij laat de patiënt een antwoord geven. Ik neem genoegen met dit antwoord. Dat is een heel goed antwoord. Ja, dat is... ja. Nog iemand anders? Kan ik iemand nog gelukkig maken met... Ja, meneer. Ja, ik vind dat van die oorlog niet zo'n slecht idee, eerlijk gezegd. En een beetje België, inderdaad. Zijn er nog andere mensen die ik gelukkig kan maken met een echt laatste, ultieme, ongelooflijke kans om een vraag te stellen aan Tommy Wieringa voor u hier op de bank? Ja. Zou meneer Nederland met mevrouw België willen trouwen? Nou, zou meneer Nederland met mevrouw België willen trouwen, was de vraag. Gezien de archaïs-regressieve tendens, denk ik dat het onvermijdelijk is dat dit een gedwongen huwelijk gaat worden. Maar dat weten ze in België nog niet. Volgens mij zijn we al lang partners. Ja. Nee, maar het is nog zoiets. Als je met Vlamingen spreekt over Nederland. Nederland heeft nauwelijks door dat het in de war is. Maar de Vlamingen zijn erger over ons in de war dan wij zelf. Toen Titaantjes 100 jaar bestond, toen kwam er een Belgisch programma om daarover te spreken. En in Nederland ging het ongemerkt voorbij. Dus in België wordt ons erfgoed bewaakt. Dus ik denk dat een transfusie met Belgisch bloed ons heel veel goed zal doen. Ja. Ja, ja. Dat is een mooi einde, denk ik toch, of niet? Een transfusie met Belgisch bloed. Mag ik jullie hartelijk danken voor uw aandacht en mijn patiënt Tommy Wieringa.